Bij LMB van Berkel in Sint-Hubert kunt u terecht voor alle miniaturen, traptrekkers en skelters. Kijk op onze webshop www. Vandaag nemen we een kijkje op de Doe als een boerdag bij scharrelpluimveebedrijf Van Erp in Sint-Antonis. Willy van Erp, wat is nou het doel van zo'n dag? Nou, deze dag staat in teken om mensen kennis te laten maken met onze manier van kippen houden. En daar hebben we aangekleed door onder andere dat we tekst en uitleg geven over hoe wij onze dieren verzorgen en hoe die dieren hier gehouden worden, deze scharrelkippen. En verder hebben we wat activiteiten voor de kinderen. Ze kunnen gebruik maken van een springkussen, er zijn spelletjes, er is links en rechts wat eten en drinken. Dus op die manier proberen we die zaken met elkaar te koppelen. Een scharrelpluimveebedrijf, wat is nou het grootste verschil met een regulier pluimveebedrijf? Nou, onze kippen groeien wat rustiger als de traditionele kip. Verder is de bezetting in de stal wat lager. En een bijkomend verschil is dat wij een overdekte uitloop hebben voor deze kip. En als we aan die voorwaarden voldoen, dan mogen we deze kip verkopen als scharrelkip in de winkel. De stal ziet er nog redelijk nieuw uit. Ja, deze stal is anderhalf jaar geleden gebouwd. En dit is een vrij moderne stal die voldoet aan alle eisen die we stellen op dit moment aan de pluimveehouderij. Kunt u in het kort vertellen hoe een leven van een kuiken er hier uitziet bij u op het bedrijf? Het kuiken komt hier als eendagskuiken. We vangen dat dier op in een schone en ontsmette stal. Er zit een laagje houtkrullen op de bodem. Verder zorgen we voor vers drinkwater en voer. Zoals ik al zei, als eendagskuiken komen ze hier. Temperatuur in de stal op dat moment 35 graden, 36 graden. Ja, we proberen er natuurlijk voor te zorgen dat die kippen het zo goed mogelijk naar de zin hebben. Als ze 3 weken oud zijn, dan kunnen ze richting de overdekte uitloop. Dan gaan de luiken op en mogen ze dus daar gebruik van maken. En rond de 8 weken leeftijd dan hebben ze het eindgewicht bereikt van 23, 2400 gram en gaan ze richting slachterij. Nou, wij proberen die dieren zo goed mogelijk te verzorgen en dat dat resulteert in een mooie kip die afgeleverd wordt richting slachterij en waar uiteindelijk mooie eindproducten van gemaakt kunnen worden. Is dat ook de boodschap die u vandaag mee wilt geven aan de bezoekers? Wat ik aan de bezoekers mee wil geven, het belangrijkste is dat ze kennis maken van hoe wordt in de moderne pluimveehouderij, vleeskuikenhouderij, hoe gaan wij om met onze kippen en hoe ziet nou zo'n stal eruit met scharrelkippen, wat houdt dat in. En ja, de meeste mensen hebben onvoldoende zicht wat er werkelijk in zo'n stal gebeurt en hoe dieren gehouden worden. En dat beeld hoop ik dat goed overgebracht wordt. Want hoe zit het op dit moment met het imago van de pluimveehouderij in Nederland? Nou, het probleem wat we natuurlijk de afgelopen jaren kennen en eigenlijk nog steeds een beetje kennen is de traditionele kip. Oftewel anders gezegd, het woordje wat ondertussen ingeburgerd is, de plofkip, staat toch maatschappelijk onder wat druk. Los van het feit dat ook die bedrijven best proberen om die kip op een zo goed mogelijke manier groot te brengen, om het zo maar te zeggen. Nou, er zit maatschappelijk toch wat weerstand is er ontstaan op de manier van kippen houden. Nou, dat is ook de reden dat dit tussensegment eigenlijk ontwikkeld is in 2007. Om te kijken van kunnen we op een andere manier kippen houden die qua welzijn duidelijk op een gegeven moment een stap voorwaarts geeft. Betekent wel, en daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn, dat dat stukje kip in de winkel gewoon een stukje duurder is als van de traditionele vleeskuikens. Nou, en dat is aan de consument. De keuze ligt bij de consument op een gegeven moment. Van de mogelijkheid is er om een ander stukje vlees te kopen. Van een kip die een beter leven heeft gehad. Dat de dierenbescherming onderschrijft deze formule dan ook met een 1-ster vlees. Nou, het probleem wat we dus kennen in ons landje is dat we van de ene kant wel vaak roepen van we willen qua dierwelzijn een stap zetten. Maar dat was consument toch nog vaak op een gegeven moment soms het goedkoopste stukje vlees in de winkel meenemen. Kijkers die daar graag meer informatie over willen, kunnen die op een bepaalde website terecht? Nou, onder andere is er een site Kip Lekker, daar staat het een en ander op vermeld. Verder heeft de dierenbescherming op hun site een aantal zaken. En bijvoorbeeld vandaag is het Albert Heijn dag. En ik weet van dat Albert Heijn op hun site ook best veel informatie geeft over de verschillende producten. En ook de verschillende segmenten zoals die te koop zijn in de winkel. En ook wat de verschillen zijn tussen de onderlinge zaken.